Kelvin McIntosh, zondag Feyenoord op het programma. Weet je zin in? Ja, natuurlijk. Heel veel zin in. De laatste wedstrijden zijn de resultaten niet echt goed van ons. Maar ik denk dat we zondag weer fris moeten starten aan de wedstrijd. Ja, hoe staat de selectie erop na afgelopen wedstrijd? Ja, natuurlijk is het balen dat we verliezen. En het spel was ook niet echt, goed. Maar het is nu zaak om zondag weer alles te geven. Zeker, ik denk dat het gewoon een mooie pot is daar in de Kuip. Een wedstrijd die je graag wilt voetballen natuurlijk. En daar gaan we gewoon, naartoe en dan gaan we gewoon ons spel spelen. Hoe staat de selectie ervoor? Is iedereen fit? Er zijn nog wel wat kleine pijntjes. Dat is wel logisch, we spelen veel wedstrijden achter elkaar. Dus we zullen zien hoe het zondag ervoor staat. Maar ik denk dat iedereen wel bijna wel fit is. Het wordt natuurlijk wel een hele zware pot. We hebben een hele zware weken achter de rug. Hoe moeilijk is het dan om jezelf weer op te laden voor zo'n wedstrijd? Voor zo'n wedstrijd is het niet moeilijk hoor. Ik denk in de Kuip. Ik denk elke voetballer zou er graag willen voetballen. En het is gewoon weer een wedstrijd voor ons weer op zich. Maar gewoon een hele mooie wedstrijd. Een mooie uitdaging. En we zullen zien hoe dat gaat lopen. Nou is Feyenoord voor jou natuurlijk een oude bekende. Je hebt met Jong Ajax daar alles gespeeld. Hoe bijzonder is het dan om op Eredivisie daar te mogen spelen? Ja, ik heb er één keer met Jong Ajax gespeeld. Toen was het al het veld, het stadion was genieten, zeg maar. En ik heb er nooit in de Eredivisie gespeeld. En ik weet niet hoe het zal zijn, maar ik denk dat het een hele mooie wedstrijd zal worden. Denk je dat er mogelijkheden liggen daar in de Kuip? Ja, tuurlijk. Tegen elke tegenstander zijn er mogelijkheden. Ik denk als wij gewoon voor onze duels aangaan en onze duels ook winnen, dan denk ik dat er veel ruimte komt om te voetballen. Vorige wedstrijd heeft Feyenoord natuurlijk verloren. Die zullen er gebrand op zijn om te stormen daar misschien wel. Kunnen jullie daarop instellen? Nou, wij hebben ook verloren, dus wij willen ook weer winnen. Natuurlijk wordt het moeilijk, maar ik denk dat de ploeg er alle vertrouwen in heeft dat het goed komt. Denk je dat er kansen liggen in de Kuip? Ja, er liggen overal kansen. Je moet wel naartoe gaan met een idee en naartoe gaan om punten te pakken. En dan zien we wel.